we inderdaad de vraag krijgen over de avondklok. Gelukkig zitten we allemaal thuis en de bedoeling is om het programma om 9 uur af te ronden. En dan kunnen we nu gaan starten met even een korte voorstelronde. Allereerst begin ik even bij mezelf. Mijn naam is Augusta Goethart. Ik ben adviseur van het adviesbureau De Warmtetransitiemakers. En samen met mijn collega Dagmar presenteer ik vanavond deze avond. Wij zijn ingehuurd door de gemeente om samen met hen een plan op te stellen. Om samen stapje voor stapje in beeld te brengen hoe we de gemeente Deurne op een duurzame manier kunnen verwarmen. En ik wil graag nu ook even doorgeven aan Robert, die namens de gemeente dit project organiseert. Dankjewel, Augusta. Ja, goedenavond iedereen. Fijn dat er zoveel aanmeldingen Ja, zijn, inderdaad. maar ik ben hier naar de Hoi. dingen luisteren van de. Dit is de reden dat het handig is dat iedereen zijn microfoontje uitzet. Voor degenen die niet weten waar dat microfoontje zit, zal ik even proberen toe te lichten. Aan de bovenkant heb je een icoontje. Het ene is een camera en het andere is een microfoontje. Als je daarop drukt, dat microfoon. Robert, je bent nu zelf gemute. Dit was wel. Nou ja, Werkt heel het goed. werkt wel. Het werkt wel. Dus dat iedereen een streepje, als iedereen een streepje ziet in dat microfoontje, weet je dat je gemuut bent. En dan storen we elkaar niet. Anders is het natuurlijk niet te volgen als we allerlei geluiden door elkaar horen. Trouwens, als je vragen wilt stellen in die chat, dat zie je ook bovenaan bij al die icoontjes. Daar zie je twee poppetjes, een handje en daartussen zie je een tekstbalkje. Als je op dat tekstbalkje drukt, dan zie je aan de rechterkant een chat verschijnen. En onderin dat balkje kun je dan je vraag stellen. En wij proberen alle vragen te beantwoorden. Vanavond, als dat niet lukt, dan wij beantwoorden ze sowieso. En later kunt u ze terugvinden op onze website. Daar zal ik later op terugkomen waar u dat allemaal kunt vinden. Verder, nou ja, ik ben Robert Droogmans, beleidsontwikkelaar duurzaamheid bij de gemeente Deurne. Onder andere bezig met warmtetransitie, maar ook klimaatadaptatie en dat soort zaken. Maar vandaag zitten we hier voor de warmtetransitie. En dat heet in de volksmond soms ook wel van het gas af, van het aardgas afkoppelen. En met de nadruk wel op aardgas, want we hebben nog allerlei andere gassen die. Nou ja, mogelijkheden kunnen bieden in de toekomst. Waarom we vandaag hier zitten, is enerzijds om u allen even mee te nemen in het proces wat we de afgelopen maanden achter de schermen hebben doorlopen. Wel met een aantal maatschappelijke partners zijn we zover gekomen als we nu zijn, zoals u dadelijk zult zien. En naast dat we het algemene verhaal willen verkondigen. We hebben afgelopen zomer in 2020 ook al een eerste webinar gehouden om een beetje de start hiervan aan u voor te leggen. En nu zijn we dus al een heel stuk verder met alle analyses en de mogelijkheden. En de mogelijkheden moet je wel kijken als potenties. Dus wij spreken nog niet dat er van alles gaat gebeuren. Uiteindelijk gaat er natuurlijk wel iets gebeuren, maar het is niet zo dat morgen ergens een schep in de grond gaat. Belangen na niet. Dat zal nog jaren duren. Maar we willen u wel even meenemen in dat toekomstperspectief. Het tweede deel van het webinar zal wat meer gaan over de potentiële verkenningsbuurten. Daar hebben een aantal inwoners van die potentiële verkenningsbuurten een brief van ontvangen. Iedereen mag uiteraard blijven zitten als ze daar zin in hebben. Maar het gaat het tweede deel dan specifiek even over die buurten en wat dat dan wil zeggen. Voor zover denk ik wel even mijn intro-stukje.
Ik ga nu het woord geven aan onze wethouder Marnik Slusser. Hij kan er helaas fysiek niet bij, nou ja, we kunnen er allemaal fysiek niet bij zijn, maar hij heeft een filmpje van tevoren ingesproken, omdat er ook een raadsvergadering vanavond plaatsvindt. Maar even het woord aan Marnik Slusser, alsjeblieft. Ik heb geen geluid. Dan moet je bij het opstarten aangeven dat je filmpjes wil draaien, anders krijg je geen geluid. Oké. Okay. Ik ga hem nog even opnieuw delen. Goedenavond. Dit is mijn ketel. En die is nogal belangrijk, want vanavond gaan we het hebben over de warmtetransitie. De warmtetransitie is eigenlijk de grote vraag hoe wij in Nederland aardgasvrij worden. Oftewel, zoals het in de volksmond gezegd wordt, van het gas af. Dat is een opdracht vanuit het klimaatakkoord, waar we als gemeente voor aan de lat staan. Maar natuurlijk niet alleen als gemeente. Wij doen het samen met u, onze inwoners en organisaties, ieder in onze eigen rol. En de kern van die warmtetransitie is dus de vraag hoe we onze huizen van het gas afkrijgen. En om dat te onderzoeken, gaan wij eerst eens verkennen in welke wijken of welke dorpen we dat het slimste en het beste zouden kunnen doen. Op basis van financiële mogelijkheden, op basis van technische mogelijkheden. En als we het onderzoek gedaan hebben, gaan we erover met onze gemeenteraad praten en daar een besluit over nemen. U kunt zich voorstellen dat het een complex en ingewikkeld verhaal is. Daar wordt u vanavond over bijgepraat. Dus ik ga het woord ook graag geven aan onze sprekers van vanavond, die u hierin meenemen. Ik wens u een hele leerzame avond en stel vooral uw vragen, want nogmaals, we moeten het samen doen. Samen voor een duurzaam Deurne. En tot slot wil ik u hartelijk bedanken voor uw komst en uw interesse en betrokkenheid. Dank u wel en een hele fijne avond. Dank je wel, Marnik Slusser. Dan geef ik nu graag het woord aan Augusta. Dank je wel, Robert. En goed dat we even een welkomstwoord van de wethouder hebben kunnen krijgen. Het is een belangrijk onderwerp en heel fijn dat hij daar een bijdrage aan heeft kunnen leveren. Hij kon helaas vanavond niet live aanwezig zijn, hoewel hij dat graag had gewild, vanwege een belangrijke raadsvergadering. Dus op deze manier kon het toch een beetje. Ik denk dat inmiddels iedereen binnen is, dus voor de laatkomers van harte welkom bij dit webinar. Wij komen straks uitgebreid terug op vragen die ik nu af en toe in de chat zie oppoppen. In ieder geval wil ik even kort de agenda doornemen. We hebben net een kennismaking gedaan. Dat wil zeggen, wij hebben wat verteld over onszelf. En we willen ook graag wat meer horen over wie er nu vanavond in de digitale zaal zit. En dat willen we zometeen via Mentimeter doen. De slide komt daarvoor zo in beeld met de code die u kunt invoeren. En daarna gaan we een beeld geven van hoe gaan we nou op weg naar duurzame warmte in de woning. Dat zal door mijn collega Dagmar worden gepresenteerd. En daarna neem ik het over en ga ik in meer detail vertellen over de onderzoeken die wij in de gemeente Deurne hebben gedaan en de uitkomsten daarvan. En daarna willen we een kwartier ongeveer de tijd geven om alle vragen die er dan zijn binnengekomen te beantwoorden. En kijken hoe ver we alles al kunnen beantwoorden vanavond, want we zijn met een grote groep. Dan is er de mogelijkheid om nog te blijven, om wat verdieping te krijgen over een aantal gebieden waarvan wij nu denken dat we daar zouden kunnen starten met verdere onderzoeken. En daar wil ik graag ook meer toelichting over geven, ook weer gevolgd door een vragenronde. We zijn ongeveer tot 9 uur bezig, dus ik wil nu het woord aan Dagmar geven voor het vervolg. Ja, dankjewel, Augusta. Zoals wij hebben ons net al een beetje voorgesteld, maar wij zijn ook inderdaad heel erg benieuwd wie er nou allemaal meekijken. En jullie zijn met heel erg veel. Dus ik wil jullie vragen om of met de telefoon, dat kan met je camera, de QR-code te scannen die in beeld is. Dan kom je gelijk op de site of naar menti.com te gaan en de code in te vullen. Dan haal ik die er vast voor, want dan kunnen we ook zien wie u allemaal bent. Als het goed is, zit er nu mijn scherm in Mentimeter. Ik zie al dat er 27 mensen zich aan hebben gebeld. We wachten nog heel even totdat meer mensen de juiste code hebben gevonden. Het kan zowel met uw laptop als met uw telefoon.
Ik zie hem al oplopen. Dat gaat hartstikke goed. Ik zie ook allemaal hartjes verschijnen. Goed dat u die ook heeft gevonden. Nou, en dan gaan we beginnen. U kunt in de tussentijd altijd nog weer opnieuw inloggen hierbij. En dan zou ik u willen vragen om de eerste vraag in te vullen. Dit ziet u dan op uw scherm van de Mentimeter. Wie zit er in de zaal? Bent u eigenaar van een woning, eigenaar van een bedrijfsruimte, huurder van een woning of huurder van een bedrijfsruimte? Er worden verschillende antwoorden gegeven. Het grootste deel zijn volgens mij eigenaren van woningen. Nou, gaaf dat u met zoveel hier aanwezig bent. Nou, helemaal goed. Nou, het zijn ook een paar mooie oefenvragen om erin te komen en bekend te worden met Menti. Nou, helemaal goed. Als we dan doorgaan naar de volgende vraag. Waar woont of werkt u? En dan zit u in verschillende gebieden. En we zijn wel heel erg benieuwd waar u allemaal vandaan komt. Groot deel uit Deurne. En ook een paar mensen uit het buitengebied of overige. Hartstikke mooi. Nou, zo is het ook wel leuk om te zien wie u allemaal in de zaal heeft zitten. Je krijgt ook een beeld van wie er nog meer zijn. En we waren ook wel benieuwd naar welke leeftijden hier nou precies zaten. Nou, volgens mij is dit al een mooie verdeling. Nou, interessant. Welkom allemaal. En dan deze vraag. Nou, dit is een vraag. Wij willen ook graag peilen hoe het staat tegenover duurzame warmte. En daarom zullen we ook verschillende momenten gebruiken deze avond om deze vraag een keer terug te laten komen. Zo kunt u zien wat uw medebewoners denken, maar ook wat er nog meer, wat iedereen vindt. We zullen ook kijken of deze verschuift over de avond heen. Nou, ik zie dat mensen tot nu toe nog een beetje in het midden liggen. In de golvende lijnen boven ziet u ook hoeveel mensen bepaalde antwoorden hebben gegeven. Oké. Hartstikke mooi. Volgens mij gaat het met de Mentimeter hartstikke goed. Deze komt dus ook nog een paar keer terug vanavond. En hier zou u ook uw vragen in kunnen stellen verder. Dan ga ik even terug naar de presentatie. Ja, nou. Dank u allen voor het invullen. Zoals Augusta en Robert al zeiden, geven we vandaag een doorkijk naar de toekomst, maar kijken we ook even naar wat we de afgelopen maanden hebben gedaan. Vorige zomer was er inderdaad al een webinar over duurzame warmte. Daar was de opkomst toch echt iets minder dan nu. Dus ik zou ook nog even kort meenemen in wat nou duurzame warmte inhoudt voor Deurne en waarom we dit nou doen. Nou, waarom duurzame warmte? Doordat wij wereldwijd in Nederland te veel CO2 uitstoten, warmten we aarde op. Nou, de gevolgen hiervan zijn gigantisch. Dat gaat van het stijgen van de zeespiegel tot hittegolven in de zomer, hoosbuien, maar ook tot het uitsterven van planten en diersoorten en migratie van mensen doordat bepaalde gebieden onbewoonbaar worden. En dit is ontzettend actueel. Ik weet niet van wie van u allen toevallig gisteravond het 8-uur-journaal hebben gezien, maar ook daar werd al verteld dat er momenteel een klimaattop bezig is waarbij verschillende wereldleiders aanwezig zijn om te praten over hoe wij om moeten gaan met deze klimaatveranderingen.
Nou, dat komt doordat al die wereldleiders zijn samen, omdat het klimaatakkoord in Parijs is getekend. En dat heeft eigenlijk best nog wel veel te maken met waarom wij dus bezig zijn. Ook in Deurne. Nou, deze internationale afspraak, dus het klimaatakkoord van Parijs, vertelt elk land naar hun eigen klimaatakkoord. Hierdoor kan het dus verschillen dat elk land in Europa dit anders aanpakt. Nou, ongetwijfeld hebben jullie ook de aflevering van Zondag met Lubach gezien, waarin Nederland wordt vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland. Dit is echt een prachtig voorbeeld van hoe elk land het op een verschillende manier aanpakt, maar wel passend bij de manier waarop zij op dit moment hun huis verwarmen. Zo zie je bijvoorbeeld dat in Duitsland nog een kwart van hun woningen op zeer vervuilende bronnen zijn aangesloten, zoals bruinkool en olie. En daarom zet Duitsland in om op aardgas als tussenstap om energie-neutraal te worden. Nou, wij in Nederland hebben in ons klimaatakkoord gezegd, wij hebben al de luxe om sinds de jaren 60 op aardgas te zitten. Dus onze tussenstap is al geweest en daarom gaan wij nu kijken hoe wij duurzamer en schoner ons huis kunnen verwarmen. Nou, vanavond zullen we het dan ook hebben over een onderzoek wat eigenlijk in de lijn ligt van dit hele klimaatakkoord. Namelijk de transitievisie warmte. Het klinkt niet heel erg lekker, maar het is eigenlijk een soort van warmteplan voor de gemeente. En dat betekent dat ook dat daarin onderzoeken worden gedaan om te kijken, nou, hoe kan uw huis nou op een goede manier duurzame warmte krijgen. Nou, en dan even belangrijk, wat staat er nou in zo'n warmteplan? Dit warmteplan is gebaseerd op technische analyses en die laten zien welk alternatief voor aardgas in welk gebied van de gemeente nou het meest geschikt is. Ook staat hierin wanneer we met welke gebieden kunnen starten met het verder verkennen van mogelijkheden. En dat verder verkennen, dat is een hele belangrijke, want dat zult u ook vanavond vaker terug horen. Wanneer we het hebben over mogelijke verkenningsgebieden, dan bedoelen we gebieden die volgens de analyses interessant zijn om verder te gaan verkennen met technische en maatschappelijke onderzoeken. Het is dus ook echt nog niet zeker dat deze gebieden ook echt van het aardgas afgaan op korte termijn, maar we willen hier misschien wel verder kijken of dit mogelijk is. Wat ook belangrijk is om te weten wat er nog niet in het plan staat. En dat zijn de volgende dingen. Er zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Er worden alleen mogelijkheden geschept. Doordat er dus nog niks vast ligt, zijn er ook geen verplichtingen en geen uitvoeringsplannen. Tot slot zijn er ook nog geen precieze kostenberekeningen. We kijken wat er technisch mogelijk is, om vervolgens ook te kijken of dit betaalbaar is, voordat we concrete beslissingen maken. We beseffen namelijk dat betaalbaarheid echt een groot onderwerp is binnen deze warmtetransitie. En dit is ook een van de uitgangspunten die de gemeente hanteert. Want naast dat het vervangen van aardgas duurzaam moet zijn, moet het ook zeker betaalbaar zijn voor iedereen. Nou, zoals we al zeiden, vorig jaar zijn we van start gegaan en we hebben al van allerlei fases doorlopen om te komen waar we nu zijn. En we zijn begonnen met wat ik net al zei, die uitgangspunten. En die zitten hier in die driehoek. Dat is namelijk betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar en veilig. We zijn vanuit daar verder gaan werken, omdat wij vinden dat ter vervanging van het aardgas bovenal het betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar en veilig moet zijn. Kunnen we een van deze drie dingen niet waarmaken? Ja, dan hebben we een probleem. Nou, ook hebben we gekeken voor Deurne, wat voor woningen zijn er nou? En wat is de warmtevraag? Nou, dat hebben we in kaart gebracht, op letterlijke kaarten. Vervolgens hebben we ook gekeken naar de criteriakeuze voor de verkenningsgebieden. Van nou, waarom maken we nou bebouwde keuzes? En al onze inzichten en plannen zijn beschreven in die transitievisie warmte. Nou, en daar zijn we nu ongeveer. Nou, dat zijn al heel wat stappen, maar we kijken nog veel verder in de tijd. En dit is even concreet een beetje wat het voor Deurne is. Het tijdspad ziet er voor de volgende jaren als volgt uit. We zijn nu in 2021. In de komende maanden zal de gemeenteraad het warmteplan vaststellen voor de verkenningsgebieden. En vanaf dan kan er een start worden gemaakt met verdere verkenning. Dat betekent dat er verder verkend wordt of alle plannen technisch haalbaar zijn, of het draagvlak is onder inwoners. Er worden marktonderzoeken gedaan, maar er wordt ook gekeken naar de betaalbaarheid hiervan. Nou, zijn die onderzoeken, worden die positief afgerond? Dan kan er een besluit worden gemaakt dat we gaan starten in gebieden. Nou, dat zou dan in 2022, 2023 zijn. En als er ergens gaat starten, gaan we ook uitvoeringsplannen maken. Nou, uiteindelijk verwachten we dat de eerste gebieden pas in 2028 of in 2030 aardgasvrij zullen worden. Dat is toch nog zeker zo'n 8 jaar. Dus dat is best een tijd. En zo gaan we ook door naar 2050. We nemen de tijd om ons voor te bereiden, om te leren en kennis te krijgen van bestaande en nieuwe technieken. Maar ook om te zoeken naar een echt passende oplossing voor elke woning, ook op het gebied van die betaalbaarheid.
En daarmee wil ik het ook overdragen naar Augusta, van wat er nou allemaal in de gemeente tot nu toe is gedaan. Ja, dankjewel Dagmar. Het is inderdaad een goede introductie van wat we nu allemaal de komende tijd kunnen. En ik wilde graag wat meer vertellen over de visie zoals die nu voor Deurne in concept is. Dit is ook heel erg een verhaal wat ik graag bij u allen wil toetsen om te kijken ook of er vragen en opmerkingen over zijn en of we op deze manier verder kunnen. Het idee is om deze plannen in april bij de gemeenteraad voor te leggen en om daar te vragen of we op deze manier verder kunnen met verkennen en zo stapje voor stapje de warmte duurzaam te maken in de gemeente. Dus ik hoop dat jullie allemaal mijn scherm goed kunnen zien. Dan ga ik verder met een kaart. Het is een beetje een technisch verhaal, maar ik zal iedereen er hopelijk goed doorheen praten. En de vragen, daar komen we over een minuut of 5 à 10 aan toe. Te beginnen met deze kaart van de gemeente Deurne. Wat we hier zien is de kaart met daarop alle wegen en de waterwegen en riviertjes. En op die kaart zijn 3 belangrijke kleuren in beeld gebracht. Rood, oranje en groen. En die kleuren dat zijn een aantal gebouwen en gebouwen hebben verschillende kleuren gekregen. Waar staat dat nu voor? Dan moet ik even beginnen met een allereerste belangrijk uitgangspunt wat wij geformuleerd hebben. We willen heel graag inzetten op isoleren in de gemeente. Dagmar noemde het net ook al, als we zoveel mogelijk energie besparen, dan zijn we op de goede weg om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar het is zo dat niet alle huizen hetzelfde zijn. Dus niet voor elk huis kunnen dezelfde isolatiemaatregelen op een betaalbare manier worden uitgevoerd. Dus als we kijken naar de gemeente, dan zien we een aantal gebieden in het rood. Eigenlijk een paar kleine gebieden. Hier bijvoorbeeld in de dorpskern Deurne, maar ook helemaal onderaan op de kaart in Neerkant, zijn een aantal rode gebieden. Gebieden met rode warmteprofielen, zoals we dat noemen. En dat zijn huizen die oud zijn, voor oorlogs vaak. Waar bijvoorbeeld geen spouwmuur nog aanwezig is. Om zo'n huis op een goede manier te isoleren, dat is erg kostbaar. Dus bijvoorbeeld zou je dan een hele extra muur om zo'n huis heen moeten bouwen om het goed te isoleren. Nou, we realiseren ons heel goed dat dat niet betaalbaar is voor de meerderheid. Dus voor deze huizen moeten we op zoek gaan naar een warmtebron die daarvoor geschikt is. Want deze huizen die zullen misschien met een aantal rendabele isolatiemaatregelen op een energielabel C of D uit gaan komen, maar niet beter dan dat. En wat betekent dat concreet? Op dit moment hebben bijna alle huizen in de gemeente die hebben een centrale verwarming. Met ergens een cv-ketel met daarin een gasbrander. Nou, dat gas verwarmt het water in de cv-ketels naar zo'n 70 graden. Dat gaat door de verwarmingen. Dus als je in je huis zit en je voelt aan de verwarming, zijn die behoorlijk heet. Dat is ook nodig om het huis comfortabel te verwarmen. Voor die hele oude huizen verwachten wij dat die ook in 2050, als iedereen waar mogelijk geïsoleerd heeft, nog steeds zo'n temperatuur van zo'n 70 graden nodig zullen hebben om het een beetje aangenaam binnen te houden. Dus die huizen daar, die zijn rood gekleurd op deze kaart en daarvoor zijn we op zoek gegaan naar warmtebronnen die ook zo'n hoge temperatuur warmte kunnen leveren. In het groen zien we ook een aantal, met name huizen aan de randen van dorpen, dat zijn de nieuwbouwwijken. Daar staan nieuwere huizen, vaak van na 2000, die zijn bij de bouw al heel goed geïsoleerd. En daarvoor, die zitten al op een energielabel B of A soms zelfs. En voor die huizen is het voldoende om 30 graden water door de cv-leidingen te laten stromen. En dan is het nog steeds aangenaam warm binnen. Ook als het buiten min 10 graden vriest. Dus voor die huizen kunnen we op zoek naar een warmtebron die op een lagere temperatuur beschikbaar is. En dan zien we dat een groot deel van de gemeente oranje gekleurd is, de dorpskernen. Dat zijn gebieden waar veel huizen staan die een beetje ertussenin zitten. Dus die hebben ook als ze goed isoleren, rendabel isoleren, bijvoorbeeld door hun
zolders te isoleren of de vloer te isoleren, zitten die op een energielabel C of B. En dan moet je nog wel 40, 50 graden water door de verwarming hebben stromen. Alle buitengebieden, de huizen daar, hebben we ook in kaart gebracht, maar die zijn wat verder uit elkaar verspreid. Dus die hebben we niet als clusters op deze kaart meegenomen. Dus we hebben dus de warmtevraag hiermee in beeld gebracht. Welke huizen in de gemeente hebben nou welke warmte nodig? En daar hebben we dus warmtebronnen bij gezocht, duurzame warmtebronnen. Ik zal er een paar in beeld brengen. We beginnen met hieronder in het bedrijventerrein leemskuilen. Ik begrijp dat het ook wel eens kranenmortel wordt genoemd. In dat bedrijventerrein is een mogelijke restwarmtebron. Ik zeg mogelijk omdat we hebben een database waarin heel veel bedrijven aangeven als ze restwarmte over hebben. In dit geval was daar het bedrijf Vromatech die heeft aangegeven, nou ik heb wel wat restwarmte over op zo'n 40 graden. En nou, dat zou misschien genoeg kunnen zijn om 400 huizen op te verwarmen. Dit is nu de eerste inschatting en we willen bij de verkenningen, waar Dagmar het net al over had, willen we dat in meer detail uit gaan zoeken. We willen dan gaan spreken met de eigenaar, kijken of dat echt in te zetten is, of de huizen die er omheen liggen daar eigenlijk wel voor geschikt zijn. Dat zijn allemaal onderzoeken die we later gaan doen. Maar dit is dus een bron die een gemiddelde temperatuur warmte zou kunnen leveren. Ook in beeld, iets meer in het midden van de kaart, is de plas De Brink. Daar zou je uit dat water zou je ook warmte kunnen halen. Lage temperatuurwarmte, dan hebben we het over 15 tot 30 graden. Daar kan heel veel warmte uit die plas worden gehaald, maar dat kan dus alleen worden ingezet bij nieuwbouwwoningen. En zoals op de kaart ook te zien is, dat de nieuwbouwwoningen liggen er allemaal, nou ja, hier onderin is rechts de schaal te zien, 1 of 2 of meer kilometers vanaf. Dus het is waarschijnlijk dat we deze bron niet kunnen gaan inzetten. We hebben hem wel in beeld gebracht, maar we gaan hem niet kunnen gebruiken waarschijnlijk in de toekomst. Dan heb ik helemaal boven dorpskern Deurne heb ik ook nog een bron in beeld gebracht. Dit is ook een voorbeeld weer. Dit is een zonneveld. Dus daar net boven Deurne is wel een weiland waar je in potentie zonthermische panelen op zou kunnen plaatsen. En dit is een voorbeeld. Hè. We hebben een heleboel locaties in beeld gebracht dicht bij de dorpskernen waar velden zijn waar dat eventueel op zou kunnen. Maar dat wil nog niet zeggen hè, dat de eigenaar van dat veld dat ook wil of dat dat op die plek het meest geschikt is. Maar wel gekeken, zijn er genoeg oppervlaktes rondom de gemeentekernen waar dat zou kunnen? Nou, daar is best wel wat locaties die daarvoor geschikt zijn. En zonthermische panelen. Die, als de zon schijnt, dan warmen die water op. En dat water kan temperaturen van 60 of 70 graden bereiken. En dat kan je dan weer via een warmtenet naar een aantal huizen toe leiden. Dus dat zijn soorten bronnen die we allemaal onderzocht hebben. En met al die warmtevraag, dus wat heeft een huis nou nodig en wat voor bronnen hebben we, wil ik dan de schets geven van wat de kansen en mogelijkheden zijn in deze gemeente. Dat is namelijk deze plaat, weer de gemeente, maar nu in een andere kleur. Dit is wat wij de visie warmtevoorziening noemen. Wat u hier ziet zijn eigenlijk de drie categorieën oplossingen die wij geschikt achten voor de gemeente. Dus eigenlijk, ik begin even bij de oranje. Als we kijken naar het dorpskern Deurne, dan zijn een aantal oranje vlekken in beeld. En dat zijn de gebieden waar een warmtenet interessant is om in te zetten. Dat zijn wat huizen die middentemperatuur of een hoge temperatuur warmte nodig hebben, veel warmtevraag. En die best wel dicht op elkaar staan, misschien ook wat appartementencomplexen. En voor die plekken is het heel interessant om een warmtenet in te zetten. Dan kan je er met een hele buurt of een heel gebied, kan je gezamenlijk ook dat door een partij laten aanleggen. En heb je collectief een systeem waar je warmte uit kan halen. En voor die warmtenetten moeten natuurlijk bronnen zijn. Maar ik liet er net al één zien. We denken dat er voldoende warmtenetbronnen zijn om, van zo'n, om dit warmtenet te voorzien. In groen, dat is wat moeilijker te zien. Groen gearceerd, een stukje hier in Deurne. En ook dorpskernen, Vlierde en Neerkant heb ik groen gearceerd.
Dit zijn gebieden met echte oude huizen die wat verder uit elkaar staan. Dus die hebben eigenlijk een hoge temperatuur warmte nodig. Maar ze kunnen niet op een warmtenet, want daarvoor staan ze te ver uit elkaar. Dat is dan niet betaalbaar genoeg om die warmtenetten langs te leiden. Voor die gebieden zou groen gas een heel interessante bron zijn. Omdat dat groen gas kan eigenlijk zonder aanpassingen in de woning worden geleid. En dan is de woning daarmee verduurzaamd. Daarnaast moet natuurlijk ook goed geïsoleerd worden om de energievraag te verminderen. Maar dat is een interessante optie voor de wat oudere huizen in deze gemeente. Ik heb deze gebieden blauw-groen gearceerd gemaakt. Omdat er landelijk gezien niet zo heel veel groen gas beschikbaar is voor de gebouwde omgeving. Dus 5-10% van alle huizen kan maar verwarmd worden met groen gas. En er loopt op dit moment landelijk ook een discussie. Waar gaat dat dan groen gas, waar gaat dat worden ingezet? Moet dat in de grote steden die heel veel monumentale panden hebben en zelf dat niet kunnen opwekken? Of moet het juist in de landelijke gebieden waar veel agrarische bedrijven zijn die reststoffen hebben om dat groen gas van te maken? Dat is nog een discussie die nog niet klaar is. Dus wij kiezen er nu voor om te zeggen, deze gebieden zijn groen, blauw gearceerd, interessant voor groen gas. Maar als het niet lukt, dan is de optie om blauw te kiezen. En dat is namelijk de optie individueel, klein collectief. U ziet dat het grootste deel van de gemeente er zo uitziet. En wat betekent dat? Dat zijn eigenlijk alle huizen die ofwel in de buitengebieden staan of in de wat ruimere opgezette wijken aan de randen van dorpen. De huizen staan daar dusdanig ver uit elkaar dat we niet een collectieve oplossing betaalbaar kunnen maken. Dus eigenlijk moet iedereen daar op een individueel systeem. En dan hebben we het eigenlijk in 95% van de gevallen over warmtepompen. Luchtwarmtepompen of juist bodemwarmtepompen. En in sommige gevallen kan ik mij voorstellen, hele oude boerderijen bijvoorbeeld, waarvoor een warmtepomp te duur is om daar met gastanks, groen gastanks te gaan werken bijvoorbeeld, of pelletkachels. Dus dat zijn eigenlijk de drie mogelijkheden. Ja, dus inzet op een warmtenet, op groen gas of op een individuele warmtepompoplossing. En deze kaart laat zien waar in de gemeente dat het beste past. Ik kan me voorstellen dat hier misschien vragen over zijn, maar daar kom ik graag zo op terug. Want ik wil nog twee slides presenteren voordat we overgaan op vragen. Dit is een lijstje met criteria, want we hebben nu een beeld van welke technieken goed passen in de gemeente. Maar waar kunnen we eigenlijk starten? En waar zouden we als eerste verder willen gaan verdiepen en verkennen of het echt haalbaar en betaalbaar is? Nou, en om dat te bepalen hebben we onszelf een aantal criteria opgelegd. Rechts de driehoek die Dagmar ook al gepresenteerd heeft. De basis is dat we alleen maar een betaalbaar, duurzaam en betrouwbare warmtevoorziening willen hebben. Als die er niet is, dan kunnen we ook niet verwachten dat u of ik zelf de overstap kan of wil maken. Dus dit is de basis. Het moet betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar zijn. En daarnaast hebben we gekeken of er aanleidingen zijn om ergens eerder of juist later te starten met het verkennen. En die aanleidingen die ziet u links. We hebben gekeken of er veel corporatiebezit is. U kunt zich voorstellen dat als er een buurt is waar heel veel corporatiewoningen zijn en de woningcorporatie is enthousiast, Dan kan de gemeente samen met de corporaties optrekken om deel van de organisatie gezamenlijk te doen, om ook de communicatie met inwoners gezamenlijk te doen. Dus daar zijn voordelen, ook schaalvoordelen. Dus grotere schalige inkoop kan ook voor meer betaalbare oplossingen zorgen. We hebben gekeken of er al andere werkzaamheden zijn in de gemeente. Is er bijvoorbeeld al rioolwerkzaamheden gepland waardoor de grond open moet, nou dan is dat misschien ook een aanleiding om dan het elektranet te verzwaren voor de warmtepompen of om het warmtenet, de leidingen daarvoor door te voeren. Dat soort mogelijkheden hebben we ook bekeken. En wat we natuurlijk heel belangrijk vinden, we realiseren ons goed dat deze overstap best wel, voor iedereen komt dit achter de voordeur, dus het is best een grote ingreep. Dus als er al mensen zijn die dit interessant vinden of die hier zelf voorop in willen lopen, dan vinden we dat ook een hele belangrijke waarde om mee te nemen. Daar hebben we ook naar gekeken. Verder kijken we dus naar de collectieve systemen als ook interessant om te starten, ook vanuit de rol van de gemeente die wil graag
helpen, ontzorgen waar mogelijk. En dat kan bij collectieve systemen vaak wat makkelijker. En de laatste is schaalbaarheid. We zien dat een heel groot deel van de gemeente iets individueels met warmtepompen zal moeten gaan doen. Dus dat is ook logisch om dan te kijken of we daar alvast in het klein kunnen beginnen. En alle leerervaringen daarvan kunnen we dan opschalen en later in de gemeente inzetten. Dat heeft geleid tot dit voorstel voor het tijdspad wat we nu in gedachten hebben. Daar hoor ik graag straks alle vragen en opmerkingen over. Maar ik zal hem eerst nog even toelichten. Dus we zien de kaart van de gemeente Deurne weer. En dan het grootste deel van de gemeente is lichtgeel gekleurd. Met daarbij de legenda rechts of links onder in beeld natuurlijk tempo. Dit zijn, zoals ik net al noemde, eigenlijk allemaal gebieden waar de huizen best wel ver uit elkaar staan. En waar mensen individueel op een warmtepomp hun huis zullen gaan verwarmen. Dat betekent ook dat het logisch is dat daar iedereen zijn eigen tempo kan kiezen. En dat bedoelen we dus met natuurlijk tempo. Dus als er toch al een verhuizing of een verbouwing gepland staat, dan zijn dat logische momenten om de overstap te maken. Dus we verwachten dat vanaf nu tot aan 2050 iedereen daar stapje voor stapje zelf met isoleren en het geleidelijk aan het aanschaffen van warmtepompen de overstap maakt naar duurzame warmte. Lange termijn, dat is de beetje zalmroze kleur. Ik hoop dat dat goed in beeld te zien is. Daar staan nu de dorpskernen Liesel en Helena Veen op. Die zijn ook gearseerd lichtgeel. Want we verwachten dat daar ook veel mensen zelf de individuele overstap gaan maken. Maar in die dorpskernen is er ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld met 4 of 5 huizen of met een kleine straat samen een warmtepomp aan te schaffen. Of samen een warmte-koude opslag in de bodem. Zodat je mogelijk wat goedkoper uit bent en samen kunt optrekken ook in de organisatie die het met zich meebrengt om je huis de overstap te laten maken. We zien geen concrete aanleidingen in die gebieden in Liesel en Helena Veen om daar nu al te starten. Dus daarom verwachten we dat dit op de langere termijn geleidelijk aan zal worden geïnitieerd vanuit de gemeente of inwoners of beide. Dan de middellange termijn, dat is vanaf 2025, dat zijn de dorpskernen Vlierde en Neerkant. En ook een deel van de dorpskern Deurne, dat zijn die gebieden waarvan wij denken dat groen gas interessant kan zijn. Er is in de gemeente heel veel groen gas potentieel te maken. Er zijn natuurlijk veel agrarische bedrijven in Deurne. En we verwachten dus dat er best wel veel groen gas kan worden geproduceerd. Maar dat betekent ook dat er een vergister moet worden geplaatst die dat groen gas maakt. Dat betekent dat er afspraken over moeten worden gemaakt. Dat er landelijk moet worden gekeken. Mogen we het hier inzetten of moet het toch naar een andere gemeente? Dus vandaar dat we denken dat we daar nog wel een paar jaar voor nodig hebben voordat we die overstap kunnen maken. Voor de korte termijn hebben we nu 3 centrumgebieden aangewezen. Gebied A1, B2 en C3. Dat zijn gebieden waar wij best wel wat aanknopingspunten zien om te kunnen starten. En ik wil daar ook heel straks nog even op terugkomen. Maar die 3 gebieden zien we nu voor ons als gebieden waar we al bijvoorbeeld dit jaar zouden kunnen starten met een onderzoek. Dus onderzoek naar is het haalbaar, is het betaalbaar, is er interesse voor om op korte termijn, dus rond 2030, 2035 de overstap te maken. Dat was even in een notendop wat ik over de inhoud van de visie wilde vertellen. Dus we hebben gezien welke warmtevraag is er, welke warmtebronnen zijn er. Nou, er zijn ruim voldoende warmtebronnen in de gemeente aanwezig om over te stappen op een duurzame vorm van warmte. En we voorzien dat dit een geschikt tijdspad zou kunnen zijn om die overstap te maken. Dat lijkt me een mooi moment om ook met u nog een paar vragen daarover door te nemen. Dus ik wil u vragen om weer even naar de Mentimeter te gaan. En dan zal ik eventjes de volgende vraag in beeld brengen. Het was best een moeilijk verhaal, denk ik. Dus ik ben benieuwd in hoeverre het duidelijk was. En
ik zie dat het toch voor veel mensen best duidelijk was en dat er ook nog vragen zijn. Ja. Nou, dat is goed om te horen. Dat het voor de meesten duidelijk is en uiteraard wil ik graag toelichtingen geven over de dingen die nog niet duidelijk zijn. De volgende vraag die ik daarover heb is hoe u nu aankijkt, nu dit door ons zo verteld is door mij en Dagmar, tegen die overstap van aardgas naar een nieuwe duurzame warmtevoorziening. We hadden net al gezien dat u daar nog eigenlijk vrij neutraal tegen aankijkt en we zijn benieuwd of deze toelichting daarbij helpt. En als ik het zo zie, dan zie ik daar dat het een beetje vergelijkbaar is met net. Dus misschien is het dan nu een goed moment om even wat ruimte te geven aan u om daar vragen over te stellen. En dat heb ik op deze Menti slide. Dus wat u kunt doen, je kunt hier zelf vragen typen. En die komen dan één voor één hier in beeld. En dan zal ik proberen die zoveel mogelijk te beantwoorden. En mochten er te veel vragen zijn, kom ik daar later op terug. Ik zie al één vraag binnenkomen. Subsidie, vraagteken. Ja, dat is een... ik denk dat het gaat over, is het mogelijk om subsidie te krijgen om deze overstap te maken? Nou, dat is een hele goede vraag. Er zijn wel wat subsidies, maar nog niet afdoende om het geheel heel gesubsidieerd te doen, de overstap. Nu loopt er wel veel discussie, ook landelijk, om meer geld beschikbaar te stellen voor deze overstap. Omdat wij ons allemaal realiseren dat het behoorlijk kostbaar kan zijn. Dus ik verwacht dat daar de komende tijd wel verandering in gaat komen. En ik zie dat er nu heel veel vragen binnenkomen. Ik ga eens even kijken. Ik zag een vraag over waterstof 2. Ja, we hebben nu niet gesproken over waterstof. Dat wil ik ook graag even toelichten. De verwachting is eigenlijk, er zijn veel verhalen over waterstof. De verwachting is dat waterstof vanaf ongeveer 2030 op een groene manier kan worden gemaakt. En dat die dan heel interessant is om in te zetten. Bijvoorbeeld in de zware industrie, de hoogovens, of bij wegtransport. Daar is het heel belangrijk voor. Maar als we kijken naar gebouwde omgeving, zien we eigenlijk veel minder kansen. Een korte berekening, als we een warmtepomp gebruiken om ons huis duurzaam te verwarmen, dat is een soort pompje. Als je daar één deel elektriciteit in stopt, krijg je drie delen warmte. En als je waterstof gebruikt, dan moet je eigenlijk... vier delen elektriciteit gebruiken om één deel warmte te krijgen. Dat is misschien een technisch verhaal, maar het is niet zo efficiënt om waterstof in te zetten in de gebouwde omgeving. Dus wij verwachten dat op korte termijn niet in te gaan zetten, maar dat kan natuurlijk in de toekomst veranderen. Dus deze plannen die worden ook elke 5 jaar opnieuw herzien, want er verandert enorm veel op dit gebied. Er wordt heel veel geïnnoveerd en als het dan toch relevant blijkt, dan kunnen we dat natuurlijk herzien. En een beetje eenzijdig belicht. Sorry? Het is een beetje eenzijdig belicht. Het ligt er helemaal uit van welke criteria dat je uitgaat en waarom dat je de waterstof in gaat zetten. Er zijn best goede studies in, die ken jij ook, om het waterstof in te zetten als opslagcapaciteit voor het overproduceren van elektriciteit. Ja, ik zal hem even kort beantwoorden gezien de tijd, hè, maar het klopt dat er dat waterstof zeker een belangrijke rol gaat hebben. He, want als we puur elektriciteit inzetten, zon- en windenergie zijn niet altijd op hetzelfde moment beschikbaar. Of soms allebei heel veel en op andere momenten helemaal niet. En daarvoor is waterstof een hele goede optie om dat te bufferen, zeg maar. Maar de verwachting is dat waar dan dat waterstof nog overblijft, dat dat dan voornamelijk wordt ingezet bij de grote industrie. En veel minder bij de gebouwde omgeving. Dus vandaar dat we die op de korte termijn nog niet hebben meegenomen. Het kan heel goed zijn dat we over 5 jaar met nieuwe inzichten dan met een nieuwe groep verkenningsgebieden aankomen waar we daar wel op inzetten. Maar op dit moment zien we geen aanleidingen. Even kijken, ik zie hier een vraag over pelletkachels. Lijken mij niet milieuvriendelijk in verband met bomenkappen, fijnstofuitstoot. Ja, dat klopt. Ik heb getwijfeld om het ook te noemen. Pelletkachels zijn in principe niet... niet de duurzaamste oplossing.
Maar ik denk dat er in incidentele gevallen, echt oude boerderijen bijvoorbeeld die te ver van een gasnet af liggen om op groen gas te kunnen, of waar warmtepompen te duur voor zijn, dat je hem incidenteel in buitengebied zou kunnen inzetten. Maar dat is, heeft niet de voorkeur. Even kijken hoor. Ik zie de vragen binnenkomen. Ik kan het niet. Als ik in een gebied van bergopwaarts zit, wat heb ik dan nog in te brengen? Ja, dat is ook een goede vraag, denk ik. De basis is dat iedereen natuurlijk zelf de keus kan maken om wel of niet over te stappen en wanneer. En ook als u een huurder bent van een corporatiewoning, zal er niet zomaar geëist worden dat de overstap gemaakt wordt. Hè, uiteindelijk kan een woningcorporatie ook niet ineens eenzijdig de huur verhogen omdat het huis wordt verduurzaamd, ik noem maar wat. Dus dat zal, er zal eerst worden gekeken, en dat is ook waar we echt op inzetten, op verkenning. Waar kunnen we nu al op een betaalbare manier de overstap maken? En alleen in die gebieden willen we ook echt gaan starten. Dat zullen we over een jaar of anderhalf naar onderzoek zullen we kunnen zien. Kunnen we starten en dan pas doen we dat. En dan is het ook nog steeds aan de individuele inwoner om wel of niet mee te gaan in de oplossing. Dus die vrijheid is er absoluut voor iedereen om de keuze te maken om wel of niet over te stappen. Nu al of later van aardgas naar iets anders. Even gezien de tijd. Misschien ik kan de vragen niet bijhouden. Ik ben heel blij dat er zoveel vragen zijn. En ik ga er zeker ook later op terugkomen. Waar kan ik nog even? Misschien nog één of twee vragen. Wanneer wordt een keuze gemaakt welk gebied een proefgebied wordt? Ja. Ik heb net al even benoemd, hè, dat we dus gekeken hebben wat... Naar verschillende dingen. Zijn er geïnteresseerde inwoners? Zijn er kansen om ergens eerder te starten dan elders? Dat zijn belangrijke redenen die hebben we gebruikt om te kijken waar zouden we kunnen starten met verkennen. Maar dit is dus ook iets wat we nog niet afgerond hebben. De keuze van waar willen we starten met verkennen. Daar is uw input heel waardevol bij en ook dat van de gemeenteraad. Wat vind ik wel betaalbaar? Misschien is dat ook een goede. Ja, nou... Ik denk Dagmar die presenteerde aan het begin ook. Er zijn natuurlijk klimaatopwarming en alle gevolgen zijn eigenlijk best wel slecht nieuws. En ik hou helemaal niet van slecht nieuws brengen. Maar ik denk wel dat het heel goed is als iedereen daar een bijdrage aan levert. Maar ik realiseer me ook dat voor de een 10.000 euro investeren wel haalbaar is en voor anderen helemaal niet. Op dit moment wordt er nog gekeken hoe we het voor iedereen betaalbaar gaan maken. En ik denk dat ieder voor zich ook moet kijken, ja, hoe groot dat bedrag is. En ook vanuit de overheid wordt er nu gekeken of er gebieden echt gesubsidieerd kunnen worden. Er zijn ook proeftuinwijken waar eigenlijk volledig wordt terugbetaald dat deel wat u niet zelf terugverdient. Hè? Dus als u bijvoorbeeld... normaal 300-400 euro per maand kwijt bent aan energie en door isolatie is dat 200, dan verdient u het uiteindelijk terug. Maar dat deel wat niet terug kan worden verdiend, wordt in bepaalde gebieden in Nederland nu gesubsidieerd. En ik denk dat we in 1 of 2 jaar meer weten over die subsidiemogelijkheden en dat misschien voor sommige mensen ook het moment is om daarop te wachten voordat de overstap in beeld en betaalbaar zal zijn. Nog één vraag. Blijft het gasnet tot 2050 of langer beschikbaar? De verwachting is dat het gasnet ook in 2050 in ieder geval deels nog er zal zijn. Het zal deels worden ingezet voor groen gas. En ook bijvoorbeeld voor de inzet van waterstof. Maar dan gaat het vooral over de grote doorvoerleidingen die waterstof bijvoorbeeld naar industriële gebieden toe transporteren. Dus de kleinere gasleidingen die in de woonwijken liggen, daarvan is nog niet helemaal zeker of die na 2050 allemaal nog in bedrijf zullen zijn. Ik ga later terugkomen op al deze vragen en op de website van
Deurne, www.deurne.nl/webinarsduurzaamheid, ga ik alle vragen en antwoorden terugzetten. Dat is voor mij nu niet allemaal te doen. Maar ik vind het wel heel fijn dat er zoveel vragen komen. En ik hoop dat het ook, helpt om ze gezamenlijk te beantwoorden. Dan wil ik nu even naar het afronding van dit deel. Namelijk, zoals net aangekondigd, wil ik straks wat meer induiken op de verkenningsgebieden. Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die niet in zo'n mogelijk verkenningsgebied zitten. Die kunnen eventueel ervoor kiezen om nu te stoppen met kijken. Dan is er in ieder geval meer informatie te vinden op deze website, zoals ik net al benoemde. En dan weet ik niet of Robert daar misschien nog kort iets over wil toelichten. Jazeker. Dankjewel, Auguste. Heel duidelijke presentatie wat mij betreft. En je doet het goed, al die vragen beantwoorden. Dat is toch wel lastig. Wel fijn om te zien dat er zoveel vragen zijn en dat leeft. Wat Auguste net al aangaf, wij gaan alle vragen uiteindelijk beantwoorden en die kunt u later terugvinden op onze website, welke u hier dan ziet. Deurne.nl/webinarsduurzaamheid. Daar vindt u alle vragen met antwoorden. U kunt ook de presentatie op dit deel van de website terugkijken, ook die van afgelopen zomer. Verder kan ik me voorstellen dat iedereen denkt van ja, waar kunnen we terecht met echt inhoudelijke vragen als we straks verder gaan? Hè, dan elk huis is ook anders. Als uw buurman verduurzaamt of isoleert, wil het niet zeggen dat als u hetzelfde doet, dat hetzelfde effect heeft. Dus het is ook maatwerk. En dan willen wij in de komende periode en jaren u ook faciliteren. Om te beginnen wil ik u vragen om alle informatie met betrekking tot duurzaamheid die u zoekt, kunt u vinden op deurne.nl/duurzaamheid. En op korte termijn kunnen we, zal daar een doorlinkje zijn naar energieloketten, waarbij ook fulltime een bezetting zal zijn die u telefonisch kunt benaderen of via mail om echt inhoudelijke vragen te hebben. En ik kan me voorstellen dat onze lokale energiecoöperatie een warmtescan komt doen om te kijken waar u warmte verliezen heeft, et cetera, et cetera. Om maar even samen te vatten dat de komende periode alle informatie die u zoekt met betrekking tot verduurzamen van uw woning te vinden is via de website. En daar zult u doorlinkjes in krijgen. Dat spreekt voor zich. Ik vraag me nu even af of het handig is dat we even 5 minuten pauze gaan nemen. Waarbij we naar het tweede deel van de presentatie gaan. Gelet op de tijd. Heel even, Augusta, hoe lang denk je nodig te hebben voor het tweede deel dadelijk? Ja, ik denk dat het, laten we om 8:30 weer beginnen. Dat kan wel. En eventueel zijn er mensen die na de hand nog wat extra vragen kunnen stellen. Kunnen we wat uitlopen, maar het is fijn dat mensen die om 9:00 weg moeten dat ook gewoon kunnen. En dat halen we. Ja. Oké, heel goed. Dan stel ik voor dat we nu even een paar minuutjes pauze houden en om 8:30 verder gaan met het tweede deel. Iedereen is zoals gezegd van harte welkom, maar we gaan ons dan toespitsen op die potentiële verkenningsbuurt. Tot zometeen.
Het is 8:30, dus ik hoop dat iedereen koffie of thee heeft kunnen halen. En ik wou zo weer beginnen met het tweede deel. Ik zal nog heel even wachten. Dat iedereen er weer bij is. Goed, dan wou ik nu het tweede deel starten. Zoals al aangekondigd, we hebben een aantal gebieden waarvan wij zien dat mogelijk daar de verkenningen gestart kunnen worden. En ik wou het laatste half uur van deze webinar besteden aan eerst opschrijven van als we gaan starten met verkennen, hoe pakken we dat dan aan? En daarna wil ik de drie verkenningsgebieden in iets meer detail bespreken. En als afsluiting zou ik graag via de Mentimeter weer wat input van u ophalen daarover. Om te beginnen met hoe gaan we dat doen? Stel uw gebied, uw huis staat in een verkenningsgebied en dat wordt in april besloten in de gemeenteraad dat dat een verkenningsgebied is. Wat betekent dat dan? Op zo'n vroegst in het najaar van 2021 denken we dat we kunnen starten met zo'n verkenning in één of meer gebieden. En dan gaan we samen een start maken. Dus we willen inwoners, maar ook bedrijven en andere betrokkenen, zoals bijvoorbeeld de woningcorporatie, samen in een werkgroep bespreken en samen ook bedenken hoe gaan we die haalbaarheid oppakken. Dus er moet een financiële haalbaarheid worden gedaan natuurlijk, van wat kost dat en hoe kunnen we het betaalbaar maken. Er moet gekeken worden naar de techniek. Welke zijn de bronnen die we in beeld hebben gebracht echt zo groot of zijn ze juist groter? Passen ze goed bij de huizen? Alles gaan we in detail uitzoeken en natuurlijk ook willen we in meer in detail weten hoe inwoners daar tegenover staan, welke belemmeringen er zijn, hoe we dat kunnen oplossen. En zo zullen we stapje voor stapje in ongeveer een jaar tijd meer in beeld gaan krijgen of het haalbaar is om ergens op te starten met een startgebied aan te wijzen. Dus na ongeveer een jaar van onderzoeken, dus dat kan op zo'n vroegst dus het najaar van volgend jaar, dus van het najaar van 2022 zijn, dan kunnen we zeggen ja, we willen dit gebied echt als startgebied aanwijzen. En dat betekent dat we dan nog zo'n 8 jaar ongeveer onderweg zijn van het moment dat we zeggen dit is een startgebied tot het uitwerken van alle plannen, van contracten met bijvoorbeeld installateurs, et cetera. En ook eventuele contracten met inwoners. En dan zal rond 2030 het eerste gebied aardgasvrij kunnen zijn. En de gebieden die we nu in gedachten hebben, heb ik even 3 namen gegeven, want ze zijn niet precies aan buurtgrenzen, CBS-buurtgrenzen, maar ze zijn aan karakteristieken gebonden. Begin ik even met het mogelijke verkenningsgebied, gebied A1. U heeft daar denk ik ook een brief over ontvangen waarin dit gebied ook in beeld was. Met wat straatnamen, zodat ik hopelijk voor iedereen duidelijk is, woon ik in dit gebied, ja of nee? En wat zien we verder? We zien een aantal aanknopingspunten. Er gaan een paar straten waarschijnlijk verbouwingen plaatsvinden. Nou, dat kan een aanleiding zijn. Maar wat vooral een aanknopingspunt is geweest in dit gebied, is dat er veel woningcorporatiebezit is. En wat ook belangrijk is, er zijn veel oudere huizen in dit gebied. En zoals net ook al genoemd werd, het isoleren, het beperken van de energievraag is echt ook stap 1. Daar kunnen we nu al mee starten. En dit zijn juist oude huizen die best veel energie verbruiken. Dus door in ieder geval in te zetten op zo ver mogelijk isoleren, kunnen we daar een grote stap maken. En daarna willen we gaan kijken of we dit gebied op groen gas kunnen verwarmen. En dat betekent dus ook dat we moeten gaan kijken, is er in de gemeente een plek waar bijvoorbeeld een bio-vergisterinstallatie kunnen plaatsen om dat groen gas te maken. En hoe voeren we dat dan hier naartoe? Gaat dat via de bestaande aardgasleidingen? Hoe kijkt de netbeheerder er tegenaan? Allerlei verschillende partijen worden gesproken om te kijken of dit een gebied is waar we groen gas kunnen inzetten. Hier kunnen we ook veel van leren om in andere
andere mogelijke groengasgebieden de volgende stap makkelijker te kunnen zetten. Dus eigenlijk zien we het enerzijds als leerweg, maar ook als een manier om snel veel besparing te kunnen realiseren. Dit gebied is ongeveer 400 gebouwen, grotendeels woningen. Heb ik het volgende mogelijke verkenningsgebied in beeld, gebied B2 genoemd. Dit is een gebied waarvan we denken dat er een warmtenet zou kunnen geplaatst. Het zijn eigenlijk een paar losse gebieden waar warmtenetten bij uitstek geschikt zijn. En daar hebben we koppelingen tussen gemaakt, omdat we één groot warmtenet is meestal meer rendabel dan een paar kleintjes. Dus dit is een behoorlijk groot gebied. We verwachten ook dat bij nadere onderzoeken en bij die verkenningen, als we hier gaan starten met verkennen, dat gebied misschien nog kleiner wordt of net wat anders wordt vormgegeven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het bedrijventerrein wat hier onderin in beeld is gebracht, dat wel mee gaat doen of juist toch niet. Of dat bepaalde straten, dat daar mensen zijn die zeggen wij stappen allemaal over op warmtepompen en dat die op die manier niet mee kunnen gaan. In dit gebied heeft ook weer een belangrijkste doorslag. Enerzijds is de kosten. We hebben gekeken naar welke techniek kunnen we hier het best inzetten. En zowel ons eigen model als ook een ander landelijk model, de startanalyse leidraad, laat zien dat we hier de meest betaalbare optie in dit gebied is inzetten op een warmtenet. En er zullen natuurlijk huizen tussen zitten waar een warmtepomp beter voor werkt, maar het globale gebied is een warmtenet interessant. Ik heb ook nog even het gebied omcirkeld waar nu een initiatief vanuit de gemeente is voor onweerstaanbaar Koolhof. Dat is een gebied waar werkzaamheden worden verricht en waar gekeken wordt samen met inwoners. Daar weet u vast meer van dan ik hoe dat gebied goed kan worden ingericht. Ik kan me voorstellen dat ertoe leidt dat mensen al interesse hebben of al meer bezig zijn met hoe kan ik samen in mijn buurt de boel meer duurzaam maken. Dus dat leek ons ook interessante aanleidingen. We hopen dat daar ook een aantal geïnteresseerde inwoners zijn die mee willen in dit verhaal. En ook hiervoor geldt, we zouden eind van dit jaar kunnen starten met een verkenning. Maar we laten natuurlijk de keuze van gaan we ook echt starten met verkennen, laten we afhangen van uw input en ook van hoe de gemeenteraad hier naar kijkt. Als we gaan starten met verkenning, dan zal het einde jaar zou dat kunnen. En dan moeten we samen gaan onderzoeken, is een warmtenet hier haalbaar? Hoeveel mensen zouden eigenlijk gebruik willen maken van die warmtenetoplossing als die er komt? Hè, dan komen er misschien, dan komt er een infrastructuur in de straten te liggen, maar dan is het aan de inwoners nog steeds zelf om wel of niet daarop aan te sluiten. En dat wordt allemaal uitgezocht. Hoe betaalbaar is dat? Welke partijen zou zoiets kunnen aanleggen? We willen dat allemaal nog verder uitwerken in de volgende verkenningen de komende jaren. De laatste is het gebied wat we C3 hebben genoemd. Dat ligt bovenin de dorpskern Deurne. Ook hier weer wat straatnamen waardoor het hopelijk duidelijk is welk gebied het is. En ook hier is weer te zien dat het een groot deel, al het roze gearseerde, is woningcorporatiebezit. Er zitten natuurlijk ook andere huizen tussen. Maar wij zien mogelijkheden om, als de woningcorporatie Berg-Orfbaas interesse heeft, om samen met hen dingen op te pakken, zoals organisatie, communicatie naar inwoners, schaalgrootte, dus groter in kunnen kopen van installatiewerkzaamheden, dat soort zaken. En wat voor dit gebied ook met name geldt, dit is een gebied van, moet ik even spieken, zo'n 900 huizen. Wij verwachten dat dit met name zo'n gebied is waar je als inwoner individueel op een warmtepomp kan overstappen. En daar komen natuurlijk heel veel vragen bij kijken. Hoe doen we dat? Hoe betaalbaar is dat? En alles wat we hier samen met inwoners leren, dat kunnen we ook in de rest van de gemeente gebruiken. Omdat de warmtepompen zoveel in de gemeente zullen moeten worden ingezet. En daarnaast is het mogelijk om bijvoorbeeld met een straat of met een blok huizen om samen een warmtepomp aan te schaffen of iets klein collectiefs te doen, waardoor je ook weer enerzijds kosten kunt besparen, maar mogelijk ook de organisatie samen kunt doen en dus een beetje minder werk hebt als individuele eigenaar.
Ja, dat zijn eigenlijk de iets verdere toelichtingen van die mogelijke verkenningsgebieden. En dat lijkt me nu een heel mooi moment om daar wat meer tijd voor vragen ook aan te wijden. Omdat het dan wat, allemaal wat dichterbij komt. Dus dat wil ik ook graag weer via de Mentimeter doen. Even kijken of ik de volgende pagina ervoor kan krijgen. Ja. Eerst even deze vraag. Is het verhaal duidelijk? Ja, ik zie dus alweer wat reacties binnenkomen. Ik zie nog niemand die zegt dat het niet duidelijk is. Dat is fijn, want ik wil graag een begrijpelijk verhaal vertellen. Maar ik zie dat er veel vragen zijn. En ja, dat had ik ook verwacht. Dat vind ik ook heel begrijpelijk. Want het gaat waarschijnlijk over uw eigen buurt of woning. Dus daar wil ik zo zeker tijd voor nemen. Ga ik vast even door naar de volgende vraag. Met deze extra informatie, hoe kijkt u er nu tegenaan? Helpt dit om, zijn er al wat vragen beantwoord misschien? Of ziet u het juist nog meer vragen? Ik ben benieuwd naar de reacties daarop. En als ik het zo zie, dan zie ik eigenlijk dat er dat u iets negatiever bent geworden. Dus ik denk dat dat komt omdat er toch nog wel veel vragen zijn. Dus laten we daar dan naartoe gaan. Nog één vraag. Dat is deze slide. Hier kunt u weer net als net vragen doornemen. En dan zal ik proberen die zo goed mogelijk te beantwoorden, uiteraard. En we hebben nu nog een kwartier ruim. Dus ik zal proberen ook meer van deze vragen te beantwoorden. Wat was het warmtenet, is de eerste vraag. Ik zie dat er ook iemand al vragen in de chat heeft gezet. Is er een wet die mij verplicht om van het aardgas af te gaan? Het antwoord daarop is nee. Ik kan me voorstellen dat er misschien in de toekomst wel vanuit de politiek daarvoor wordt besloten. Maar ik verwacht niet op dat korte termijn dat dat gebeurt. Op dit moment hebben we namelijk nog maar deels een betaalbare alternatief. Hè? Er zijn woningen waar het betaalbaar kan, maar een groot deel nog niet. We willen natuurlijk niemand dwingen om allerlei kosten te maken om die overstap te maken. Dus er is geen verplichting. Hoge investeringen zie ik. Inderdaad, er zijn op dit moment nog veel verhalen dat het duur is om de overstap te maken. En daarom willen we ook die verkenning doen. En betaalbaarheid staat bovenaan. Als het niet betaalbaar is, dan zult u niet meegaan om bijvoorbeeld op een warmtenet aan te sluiten. Dus dan verwacht ik ook dat we gewoon niet op korte termijn kunnen beginnen. Dus betaalbaarheid is gewoon een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten. Nu verduurzamen of beter een paar jaar wachten. Nou, ik denk dat het isoleren, het zo ver mogelijk isoleren als ook voor u betaalbaar of rendabel is. Misschien rendabel is dat u het nog weer terugverdient na zoveel jaar, doordat er minder hoge energierekening is. Inzet op isoleren kan altijd en kan per direct. Zodat we onze totale energieverbruik in ieder geval verminderen. En we willen dus het liefst al ervaring opdoen in een aantal gebieden. En als dat blijkt haalbaar te zijn, dan is dat mooi om te starten. Als het nog niet haalbaar is, dan is het ook heel prima om nog even te wachten. We hebben 30 jaar de tijd. Dus ik verwacht dat de komende jaren heel veel geleerd gaat worden. En dat we daar ook heel veel mee kunnen. En dat het prima is om nog een jaar of 5 af te wachten. Om te kijken, is het dan wel haalbaar of betaalbaar? Ik zie dat de vragen weer binnenstromen, wat ik echt heel fijn vind. Maar ik kan ze wederom niet allemaal nu beantwoorden. Ik probeer ze zoveel mogelijk.
Waarom zouden wij betalen voordat er meer bekend wordt over subsidie? Ja, dat is ook een hele goede vraag. Ook als ik naar mezelf kijk en ik denk bijna naar niemand. Niemand is bereid om zomaar heel veel te betalen. Dus ik kan me voorstellen dat daarop gewacht wordt. En dat is ook echt een nadrukkelijk een onderwerp wat we mee gaan nemen in de verkenning. Is het betaalbaar? Moeten we misschien subsidies aanvullend gaan regelen om het wel betaalbaar te maken? Dat is een belangrijke voorwaarde. Ik denk dat een individuele begeleiding bij de overstap cruciaal is. Ja, misschien moet ik daar nog even iets over zeggen. Ik heb het ook wel kort benoemd. Hè. Als we gaan verkennen in een gebied, dan betekent dat niet alleen dat we de techniek gaan verkennen en de betaalbaarheid, maar ook heel erg alles wat er aan vragen is bij inwoners. Uiteindelijk moet iedereen de overstap kunnen maken. En dat gaat natuurlijk alleen gebeuren als het op een begrijpelijke manier kan en als het makkelijk wordt gemaakt en daar moet gewoon aan gewerkt worden. Dit plan wat we nu hebben gepresenteerd, dat is echt de start. Dus vanaf nu kunnen we ons gaan verdiepen om dat verder in beeld te brengen. Ik zie hier iemand die zegt, ik zit als met een koopwoning tussen veel coöperatiebezit. Ja, dat betekent niet dat u gedwongen meegaat in coöperatiebezit natuurlijk. Het kan wel zijn dat het... Dat een woningcorporatie zegt, wij willen meedoen met een warmtenet. En daardoor komt het warmtenet er. En dan kunt u er eventueel ook voor kiezen om op aan te sluiten. Dus het kan een extra kans bieden. Het kan een mogelijkheid zijn om daarin mee te gaan. Maar het hoeft helemaal nog niet op dit moment. Ja, ik noem hier heel veel vragen over betaalbaarheid. En ik kan alleen maar zeggen dat... alle gemeentes in Nederland zijn nu bezig met deze plannen te schrijven. En iedereen heeft dezelfde vraag, hoe gaan we het betalen? En misschien één positief lichtje. Dit soort proces, omdat er zoveel mensen mee bezig zijn, verwacht ik dat we dat over een paar jaar heel veel scherper hebben dan nu. We beginnen nu en we weten dat heel veel dingen nog onbekend zijn. Maar om als voorbeeld te noemen, de elektrische auto, die was over 10 jaar geleden eigenlijk niet aanwezig. En nu, afgelopen jaar, zijn er meer elektrische auto's verkocht dan dieselauto's bijvoorbeeld. En zijn ze ook ineens betaalbaar geworden. Dus zo'n overgang naar iets anders kan soms veel sneller gaan, zeker als er heel veel aandacht voor is. En ik verwacht ook dat er, als het gaat om het verduurzamen van gebouwen en de verwarming daarvan, dat we hele grote stappen gaan maken in de komende paar jaren. Dat we dat met elkaar moeten gaan doen om het mogelijk te maken. Even kijken. Vervelend dat je niet zelf kunt kiezen bij een warmtenet, zodat je het particulier houdt. Ja, dat is ook misschien eentje om te verduidelijken. Dus we hebben gebieden aangewezen als verkenningsgebieden. Ja, en een van die mogelijke verkenningsgebieden is dus een gebied waar we een warmtenet willen gaan onderzoeken. En dat betekent helemaal niet dat u, als u in dat gebied woont, ook de overstap moet maken naar dat warmtenet. Het betekent vooral dat we gaan uitzoeken of er een betaalbare aanbieding uiteindelijk kan worden gemaakt voor een inwoner om die overstap te maken. En als die aanbieding er komt, hè, als we inderdaad de verkenning gaan doen en als het haalbaar blijkt, het zijn allemaal als vragen, dan kunt u er als inwoner nog steeds voor kiezen om niet over te stappen en om zelf voor een individuele oplossing te kiezen. Ik denk even, misschien is het leuk, want er zijn heel veel vragen. Augusta, iemand anders heeft het delen overgenomen. Zou je je scherm weer kunnen delen? Ja, zal ik doen. En terwijl ik dat doe, dacht ik, misschien is het leuk als er... we zijn natuurlijk met heel veel mensen. Maar misschien leuk als er twee mensen even zelf een vraag willen stellen. Gewoon door de microfoon aan te zetten. En dan kan ik daar ook een antwoord op geven. Dus is er iemand die zegt, ik zou heel graag mijn vraag willen stellen. Even kijken, ik ben even aan het twijfelen of mijn scherm nu voor jullie zichtbaar is.
Ondertussen zie ik dat Erik Joosten alvast een vraag heeft. Oké, graag. Nou, ik heb sowieso een vraag en meerdere vragen, maar ik zal er één stellen. Hoe gaat uiteindelijk de gemeente adviezen uitbrengen en begeleidingen met betrekking tot de beste mogelijkheden van woningen? Want zoals u al zegt, er zit heel veel verschil in. Ik heb een woning van 1954, ik heb nogal wat geïsoleerd, maar ik kan niet op koude temperatuurverwarming over. Dus warmtepompen lijkt me voor mij geen optie. En hoe gaat de gemeente ons daarin meenemen? Ja, goede vraag. Ja. Pak jij deze, Robert? Jazeker. Nou ja, allereerst gaan we natuurlijk we moeten eerst nog kijken of we gaan starten met die verkenningsbuurten. Dat zal ongeveer in april duidelijk worden. Uw gemeenteraad zal daar uiteindelijk ook een besluit over moeten nemen. Als dat zo is, dan gaan we verkennen in de buurten. En dat begint het gesprek aangaan met alle inwoners. En zo rustig te komen tot een misschien wel werkgroep met de buurt. Parallel daaraan gaan alle technische mogelijkheden verder uitgezocht worden. En wordt er ook een business case gemaakt natuurlijk. Individueel gaan we ook alle inwoners bevragen. Dan wel, ik kan me voorstellen dat we gratis energiescans laten doen bij alle inwoners om te kijken wat de mogelijkheden nog zijn om een huis te verduurzamen. Wij gaan echt inzetten op maatwerk, dus het moet geen algemeen verhaaltje zijn voor iedereen, maar het moet echt voor ieder individu een helder verhaal zijn met de wetenschap wat ze kunnen, et cetera. En dan is het uiteindelijk nog steeds aan de inwoner zelf om daarin mee te gaan of niet. En hoe we dat doen is, wat ik net al zei, is enerzijds via het energieloket. Maar als u echt in een verkenningsbuurt woont, die steeds stapjes verder gaat en misschien wel naar uitvoering gaat, dan wordt u gewoon structureel en vrij intensief betrokken. En ook op de manier zoals u wilt. Ik kan me voorstellen dat sommige inwoners graag wat afwachten en het wel aanhoren. En als er daadwerkelijk echt iets gebeurt, goed geïnformeerd willen worden. En sommigen willen misschien vanaf stap 1 nauw betrokken worden. En die ruimte die krijgt u. Ja, ik heeft veel gezegd, maar het daadwerkelijk antwoord schuilt er niet in. Wie is bij de gemeente de specialist die mij gaat adviseren op welk systeem dat ik over moet schakelen? Die wil ik spreken. Bij de gemeente hoeft er niet zozeer de specialist te zitten. Ik denk dat het eerder vanuit het energieloket, waar allerlei energieadviseurs zitten, die gewoon bij u aan de deur komen om met u te praten, aan tafel te zitten, alle mogelijkheden doorspreekt, dat het gewoon een onafhankelijk iemand gaat zijn. Dus niet specifiek een adviseur bij de gemeente, maar een onafhankelijk adviseur mogelijk vanuit de energiecoöperaties en energieloket. Helder, dankjewel. Alsjeblieft. Zijn er nog andere vragen? Misschien iemand die zegt van nou, mijn vraag is echt niet aan bod gekomen. Ik zag even kijken. Ik zie zo. Ik dacht dat ik een handje zag, maar dat zie ik nou niet meer. Maar als iemand nog even zijn microfoon uit wil zetten, roept u maar. De handjes zijn van Theo Albers, zie ik er nog eentje. Oké. Nou, dan Theo, ben ik benieuwd. Ja, ik ben tegen, ik moest al de camera even aanzetten, sorry. Ja, ik heb een vraag. Het gaat een goed verhaal op zich, prima. Ik denk dat we zeker die weg in moeten gaan. Maar volgens mij gaat dit verhaal alleen over bestaande woningen. Ik heb een vraag. Ik word eigenaar van een woning die op dit moment gebouwd gaat worden in de Heuvelstraat. In hoeverre wordt daar al rekening mee gehouden met de aardgasvrije. Ja. Moet ik daar al initiatieven voor ondernemen of is dat in het hele project al meegenomen? Kunt u mij daar iets over zeggen? Als u een omgevingsvergunning heeft van na 1 juli 2018, krijgt u geen kleinverbruik gasaansluiting.
Precies wat Erik zegt. Bedankt Erik. Dus inderdaad, al deze woningen die naderhand worden gebouwd, die worden aardgasvrij gebouwd. Daar is het dus al geregeld. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, fijn, bedankt. Verder zie ik nog een handje van Hendrik. Ja, een vraag. Waterpompen zijn echt namelijk over inderdaad over lage temperatuurverwarming. En ik denk dat in mijn woning inderdaad ook hoge temperatuurverwarming hebben. Is zo'n warmtenet afdoen? Ik betwijfel het. Ik denk dat uw vraag is of de warmtenet op voldoende hoge temperatuur warmte kan leveren, hè? Ja. Ja. Nou, dat moeten we natuurlijk onderzoeken, maar we zien voldoende aanknopingspunten, zeg maar voldoende bronnen om een hoge temperatuur warmtenet mogelijk te maken. Wat ook een optie is, een middentemperatuur, dus een warmtenet wat 50 graden zoiets levert. En dan in het huis zelf een systeem te hebben, bijvoorbeeld een warmtepomp die warmte nog opwaardeert. Dus dat zijn zeker mogelijkheden en kansen om de oudere huizen ook te voorzien. Dat lijkt me niet. Een traditioneel warmtesysteem heeft een 90-70 temperatuurregeling in de winter en een 70-50 in de zomer om warm water te genereren. Ja, dat klopt. Maar het is afhankelijk eigenlijk van de bron ook die aangekoppeld wordt. Dat snap ik. Maar als je een warmtenet gaat uitleggen op 50-30, je gaat met warmte pompen, daarna de warmte omhoog brengen in 70, dat lijkt me niet echt rendabel. Nee, nou, het is rendabel in gebieden waar dat niet voor alle woningen mogelijk is. Dus dan kan het ingezet worden. Maar ook dat is iets wat we in detail moeten doorrekenen. Want ja, elk huis is anders. Dus we moeten dat echt op gebiedsniveau gaan onderzoeken. Oké. Okay. Wacht. Oké. Okay. Bedankt voor deze vragen. En ook voor de toelichtingen die ook vanuit Erik komen. Dank u wel daarvoor. Ja, dank u wel. Ik heb niet helemaal. Heb jij Robert in beeld? Ja, ik zal de vraag wel even bijhouden, Auguste. Maar nou, dankjewel, Hendrik. Jan van Kessel was denk ik eerst. Ja, mijn vraag was eigenlijk de provinciewijk. Dat is mij niet helemaal duidelijk of dat die nou net in de testgebied zit. Dat moet ik eerlijk gezegd, weet ik ook niet uit mijn hoofd. De presentatie en de kaarten die worden nog gedeeld. Dat zou ik even snel op Google Maps moeten opzoeken, want ik ben er niet aan elke straat geweest. Robert, weet jij dat? Sorry, welke straat was het? De provinciewijk. Nee, die zit er niet in. Nee, die valt er net naast volgens mij. Ja, ik heb wel zo'n brief in de bus gekregen vorige week, maar ik dacht ook te zien in de schets dat hij er buiten viel. Misschien is het net het grensgebied. Want in principe hebben we iedereen die in de mogelijke verkenningsgebieden valt een brief gestuurd. Maar bij de opmerking, het kan zijn dat bij de naderonderzoek bepaalde straten er wel of juist niet te binnen gaan vallen. Dat het gebied nog iets groter of juist een stuk kleiner gaat worden. Oké, dan wacht het maar weer af. Ja, oké, bedankt. Onze excuses dat het bij de verkeerde persoon is beland aan de brief. Dat is natuurlijk, als je met veel data werkt, dan kan het wel eens net naast gaan. Maar dankjewel. John Clerks was volgens mij de volgende die een vraag had. Ik moet uw microfoon nog even aanzetten. Ja. Ik heb een vraag. Vorige week even een uitgebreid verhaal over de energietransitie gestaan in de Volkskrant, met vrij onthutsende mededelingen. De overheid heeft er al 435 miljoen in gestopt voor een aantal steden die aan het experimenteren mee zijn. Er zouden 5000 woningen per jaar geïsoleerd of van het aardgas af moeten. Dat zijn er inmiddels 206. De overheid heeft vervolgens nieuw geld in het hele project gestoken, 100 miljoen als ik het goed gelezen heb, met name gericht op, en dat vind ik ook de hoofdlijn, CO2 besparen. Moet dat altijd langs de weg van het gas af? Niemand weet wat de ontwikkelingen op langere termijn zijn. Als je kijkt naar waterstof, welke ontwikkelingen er zijn. Nu wordt er heel veel tijd en energie hierin gestoken.
En ik heb de vorige week gezien dat de koersen van de bedrijven die zich met waterstof bezighouden enorm gestegen zijn. Dus daar zit wel heel veel potentie in. En ik zou zeggen, zet veel meer in op isoleren. En er zijn gemeentes die proberen burgers over te halen met pannen zetten en inductieplaten om dat te doen. Nou, dat lijkt me nou een goed idee voor u. Ja. Dus ik hoor eigenlijk zeggen, hè, moeten we niet vooral inzetten op isoleren en kijken wat de toekomst ons brengt qua nieuwe innovaties en mogelijkheden. Dan heb ik eigenlijk twee antwoorden. Het ene is ja, inzetten op isoleren is volgens mij heel goed. Daarnaast is het ook zo dat de klimaatdoelstelling die wij als Nederland gesteld hebben en die ook eigenlijk nodig is voor al die, om al de negatieve gevolgen voor het klimaat te voorkomen, die zegt dat we 95% van onze energieuitstoot moeten weghalen. Ja. En dat is dusdanig veel dat we eigenlijk er niet aan ontkomen om dus ook het energieverbruik van woningen aan te pakken. En er is zeker wat voor te zeggen om niet overal tegelijkertijd te beginnen. Dat is ook niet het doel. We willen dus in een aantal gebieden in ieder geval starten met de verkenning. Het kan best zijn dat van de gebieden die we nou in gedachten hebben, dat de gemeenteraad zegt van nou, dan moeten wat kleinere gebieden worden, of dat er na een jaar bij de haalbaarheid eruit komt dat daar ook weer een stuk niet van haalbaar is. We gaan starten waar dat kan en alle andere gebieden zeker gaan we ook wachten op innovaties die er zijn en proberen we zoveel mogelijk in te spelen op wat op dat moment het beste, het meest toekomstbestendig en het meest betaalbaar is. Het is misschien een beetje een uitgebreid antwoord, maar hopelijk antwoord ik hier wel een beetje. Er valt nog heel veel over te zeggen en daar komt ongetwijfeld nog een volgende ronde. Wat ik mij ook afvroeg toen ik keek naar de uitnodigingsbrief die ik kreeg. Op pagina 1 staat dat er, nou de gebieden die dus die brief ontvangen hebben, dat zijn mogelijke verkenningsgebieden. Op de andere achterkant van die pagina staat, er is al een voorstel waar we de verkenning starten. En een beetje verder op die brief staat, er wordt eerst nog gekeken naar de technische mogelijkheden, betaalbaarheid en voorkeuren van inwoners bij de keuze van het gebied waar we uiteindelijk gaan verkennen. Dus u spreekt zich in zekere zin tegen. Van de ene kant zegt u, we weten al waar we gaan verkennen. En vervolgens zegt u, nou, er moet nog naar de technische haalbaarheid en zo gekeken worden. Hoe zit dat? Nou, we hebben nu inderdaad een voorstel voor drie gebieden waar we, waarvan wij zeggen dat is interessant om te verkennen. Maar de input van vanavond en ook de input vanuit de gemeenteraad, die gaan bepalen of we daar echt gaan starten met verkennen. En dat zou dan op zo'n vroegst in het najaar van 2021 kunnen. En of we er echt gaan starten, dat is dus echt afhankelijk van de haalbaarheid. Nee, maar u zegt met verkennen. Maar u weet dus nu al welke drie gebieden u wil voorstellen. Dus dan zou u dit ook kunnen meedelen aan ons. Welke gebieden wilt u dat gaan doen? Ja. Dat klopt, maar we willen ook deze input ophalen om te kijken of er zwaarwegende redenen zijn om bepaalde gebieden toch niet aan te wijzen. Dus die ruimte willen we heel graag geven. En ook al wil ik heel graag hierover spreken, ik zie dat het inmiddels 9 uur geweest is, dus ik wil even u onderbreken. Ja. Ik heb een heleboel vragen binnengekomen die ook in het scherm zijn. Dat was voor mij eind van de presentatie. Dus ik wil iedereen die dat interessant vindt, die kan wat mij betreft nog een minuut of 10, denk ik, goed is om nog even na te praten. Er zijn nog best wel wat vragen. Voor alle anderen die misschien iets anders moeten doen, wil ik u van harte danken. En ook aangeven dat deze presentatie is opgenomen. Die komt op de website www.deurne.nl/webinars-duurzaamheid. Komt die terug. Kunt u hem op nakijken. We komen ook, als we echt gaan verkennen, uiteraard terug bij alle inwoners die dat aangaat. Denk ik, Robert, of jij hier iets nog aan toe wil voegen? Jazeker. Dank jullie wel. Dat vooral. Heel fijn dat er zo'n opkomst was. Ik wil jullie nogmaals verwijzen naar de website van Deurne voor die vragen. /webinars-duurzaamheid. En heel even toch nog de toekomst schetsen. Wij gaan ook een beetje toch nog als antwoord op de vraag van John Clerks. Het klopte wel wat in die brief stond. Het kwam misschien een beetje raar over. Maar wij moeten nog al die
technische haalbaarheden gaan onderzoeken. De financiële kant moeten we nog gaan onderzoeken in die buurten allemaal. Dus wij hebben nu een algemene analyse gedaan. Maar de echte start, die zou je kunnen noemen, die begint nu pas. Hè. We gaan nu pas echt specifieker de buurten in, als het zo in april besloten wordt, zoals eerder vermeld. En als wij dat doen, dan gaan we met u in gesprek. U zult vanzelf een brief in uw brievenbus krijgen. Wij zullen ook via alle gemeentelijke kanalen communiceren over de stappen die we gaan zetten. En wij gaan dus alle antwoorden op onze website plaatsen. Daarbij wil ik aangeven, als wij veel animo zien van mensen dat dit soort gelegenheden, zoals we vanavond gedaan hebben, en wie weet als corona één keer weer voorbij is, of in ieder geval dat we fysiek bij elkaar mogen komen, kunnen we het in een zaaltje organiseren. Dan zullen we dat ook doen. Dus mocht daar veel animo voor zijn om met elkaar het gesprek aan te gaan, geef het aan en dan gaan wij dat organiseren. Dat was het wel. Dus dank jullie wel. En Augusta, ik hoorde je zeggen dat je nog 10 minuten... Ik kan me voorstellen dat er nog ruimte is voor 2 of 3 vragen, voor mensen die dat nog interessant vinden om nog een paar minuten te blijven. Ik zag nog 2 vragen van Mario van Rijt en Michel van den Bergmortel. En volgens mij was Mario van Rijt de eerste. Dat klopt. Ik had even een vraag, want ik heb een brief van me binnengekregen van de gemeente hierover. Maar daar staat eigenlijk, minstens als ik het goed gekeken heb, nergens in of ik in een verkenningsgebied überhaupt val en wat het dan is. U heeft geen brief gekregen? Ik heb wel een brief gekregen, maar ik zie die verkenningsgebieden in de presentatie voorbij komen, A1, B, nog wat. Maar op de brief zelf zie ik nergens niks staan in welk gebied ik überhaupt val. Nee, dat klopt. De brief hebben we niet. We hebben niet per inwoner aangegeven waar mensen precies wonen. Ervan uitgaande dat de straatnamen erop voldoende indicatie zouden geven. Maar misschien is dat niet scherp genoeg geweest dan in de brief. In deze webinar staat het, kunt u het nog een keer teruglezen. En misschien is het een idee, Robert, dat ik deze kaart op groot formaat ook op de website laat zien. Waar we die... Ook als ze definitief zijn, hè, want we gaan al deze input meenemen en het in de gemeenteraad voorleggen. Als die definitieve verkenningsgebieden er komen, dan zullen we dat op de website met duidelijke straatnamen en legenda's in beeld brengen. Jazeker, lijkt me goed. Is uw vraag zo beantwoord? Ja, op deze manier wel. Dankjewel. Alsjeblieft. Dan zag ik Michel van den Bergmortel nog met een handje. Klopt, ja. Mijn vraag is eigenlijk hetzelfde als Jan en Mario. Ik heb ook zo'n brief gekregen dat ik in een verkenningsgebied val. En ik woon in een appartementencomplex in de Visser in Deurne. En alle 38 bewoners hebben hier zo'n brief gekregen. En ik zie nou in de presentatie het hele centrum er niet in zitten. Als verkenningsgebied. En centrum bedoel ik dan echt de echte kern rondom de kerk, hè? Oké. Dit is ook zo'n geval dat wij helaas via onze systemen net een buurtje, straat die er net naast valt, hebben meegenomen in onze mailinglijst. Daarvoor onze excuses. Ja, ik heb het ook. We gaan het op de kaart zetten. En dan moeten we even nazoeken waar dat fout gegaan is. Maar vallen wij nu wel of niet in een verkenningsgebied? Ik kan de kaart. Visser valt er niet in, Michiel. Maar het is altijd interessant om te horen dit. Hè? Want uiteindelijk, als deze trend zich voortzet, dan krijg je er in de toekomst mee te maken. Ja, absoluut. Tuurlijk. Dat wil ik alleen maar onderschrijven, inderdaad. Links of rechtsom en 2030, 2040, 2050 lijkt soms ver weg. Maar om die doelstellingen te behalen die we in Nederland en wereldwijd hebben afgesproken, moeten we toch echt stap voor stap stappen zetten.
Ja, voor sommige mensen is 2050 dat je garantie geeft tot 2050. Excuses, ik... Ik hoop denk niet dat je mij garanties geeft tot 2050. Hoop doet leven, Michiel. Zo is het. Positief. Ik teken kijken. Nu als ik het haal. Maar ik wil ook niet doen alsof wij weten wat de precieze uitkomst is van alles. Ik denk dat niemand in Nederland weet hoe het precies moet. En wij zijn nu gewoon aan het onderzoeken, aan het verkennen. We leren steeds bij. Vandaag is morgen al achterhaald, bij wijze van spreken. Daarin moeten we ook flexibel zijn in wat er komen gaat. Maar dat wil niet zeggen dat we met de kennis van nu al wel de stappen kunnen zetten die mogelijk zijn. Want vergeet niet, er is al veel mogelijk en ook haalbaar. Maar dat moet wel verantwoord zijn. En daar zullen wij altijd naar op zoek zijn. Nog één laatste vraag? Misschien? Stefan Hermans zie ik nu een handje opsteken. Ja, ik maak me met name zorgen over de schaalbaarheid van dit alles. We hebben in het begin de jaren 90 al gezien de windmolenintroductie. Op een gegeven moment ben je daar aan een tax. En dan zie je ook de acceptatie onder de bevolking teruglopen. Hetzelfde zien we nu met de zonnepanelen ontstaan. Met name het energienet kan het niet meer aan. Waar gaat de schaalbaarheid met warmtepompen heen? Is dit wel schaalbaar? Want ja. Ik zie dat jullie met name inzetten op warmtepompen in Deurne. Klopt. Dat is een hele goede vraag ook. We zijn natuurlijk ook in gesprek met de netbeheerder. Die hebben we ook meerdere keren aan tafel gehad. Zij zijn zelf bezig als netbeheerder, want zij worden ook overvraagd vanuit alle gemeentes met een overzicht te maken van zijn er gebieden in de gemeente waar het een probleem gaat worden in de elektrabelasting, om daar te veel warmtepompen in te zetten. Ze zijn dat in kaart aan het brengen en op basis daarvan kunnen we dus het beste starten in gebieden waar er meer capaciteit is, zodat de netbeheerder ruimte en tijd krijgt om de verzwaringen van de elektranetten de komende 30 jaar stap voor stap door te voeren. Maar dat is wel een aandachtspunt. Mm-hmm. Nou, de netbeheerders hebben al aangegeven dat heel Nederland op elektra, all elektra, het gaat absoluut niet gebeuren. Nee. Nee, dat is momenteel een grote discussie inderdaad. En, dat is technisch niet mogelijk, zo simpel is het. En ja, dus daar moeten we ook kijken naar meerdere alternatieven en niet alleen warmtepompen. En in de grote steden zal er bijvoorbeeld veel meer op warmtenetten worden ingezet. Maar in de landelijke gebieden zijn warmtepompen de meest waarschijnlijke inzetbare optie. Ja. Ik denk dat we dan naar de afronding toe gaan. En Robert? Ja, ik zie geen handjes meer. Nou ja, om nog even op de vorige vragen aan te sluiten. De energiemix is heel belangrijk. En het gas zal de komende jaren ook nog heel belangrijk zijn. We gaan niet met z'n allen in één keer van het gas af. Zeker niet. Dat is zelfs een heel belangrijke bron die we de komende jaren nog graag aanhouden. Maar waar het kan, kan het. En waar andere mogelijkheden zijn, of het nu zonthermie, of zon-PT, elektriciteit, of windmolens, of misschien wel biomassa, waterstof, groen gas. We houden de deuren open en we gaan op verkenning. En altijd met u in gesprek. Dus dat wil ik echt wel benadrukken. Het is ook van ons allemaal, dat wil ik toch nog wel even zeggen. De energietransitie is niet iets wat de gemeente voor elkaar moet krijgen. Het is iets van de samenleving. We hebben de afgelopen 100 jaar geprofiteerd van de fossiele brandstoffen. Naast dat deze opraken, zorgen ze ook voor klimaatverandering. Deze generaties die nu leven, die moeten even die transitie inzetten voor de volgende generaties. Maar dat moeten we echt met z'n allen doen. Wij als gemeente komen echt niet aan de deur aanbellen en handhaven en de gaskraan dichtdraaien. Het moet echt ook vanuit u komen en laten we het gesprek vooral aangaan.
En dank jullie wel, nogmaals. Ja, er komt nog een keer bij dat we nog een hele andere discussie krijgen. En dat is uiteindelijk accepteren dat we de woning niet zo warm stoken als dat we nu doen. Dat we kleiner gaan wonen en dat we uiteindelijk nog maar 1 of 2 vertrekken gaan verwarmen. En dat is de toekomst. Dan gaat